zijn aan het testdraaien voor het laseren van LP's op Welcome to the Village. En dat is nogal een precies werkje, dus dat zijn we een beetje aan het voorbereiden. En dan hopen we dat het op het festival zoveel mogelijk in één keer goed gaat. Dit apparaat is de lasersnijder, dat apparaat is collega aan. Ja. En dit apparaat is een computer om het digitale geluidsbestand om te zetten naar een zogenaamd SVG-bestand, wat een formaat is wat begrepen wordt door de lasersnijder. En waarop hij digitale geluidsbestanden fysiek maakt. Fysiek in de zin dat je straks een plaatje van hout of een ander materiaal op je platenspeler kan leggen en dat het ook echt klinkt. En je zou denken, hij maakt toch gewoon een cirkel, wat is er nou zo bijzonder aan? Maar je ziet ook dat het best langzaam gaat en dat komt omdat op die lijn hele minieme verschillen zitten die maken dat er geluid geproduceerd wordt, eigenlijk zoals het met een LP ook gaat. Nou, en dit duurt dus even voordat het klaar is. Even een beeld te geven van hoe dun die lijntjes zijn. Probeer even in te zoomen op het scherm. Ja, en nu zie je dat het dus niet gewoon maar een rechte cirkel. Het is natuurlijk niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat het echt pieken en dalen zijn. Ja, zoals geluid dus ook visueel is als je dat ziet als trilling. Hè? Geluid is trilling. Nou, het rode puntje is daar waar de laser nu aan het laseren is. De eerste single. Yeah. Ja. Nou, dit gaan we dus doen met opnames die we op het festival gaan maken. Dus het wordt uniek materiaal op een uniek object.